Hoi, derde klassers. Knap zeg, wat jullie daar in elkaar gestoken hebben. Een gemeente waar ik alleen maar van kan dromen. Dromeda, Dromke, Medaar en Ritje zien het al helemaal zitten om hier bij jullie te komen wonen. Wanneer we over jullie droomgemeente vlogen, zagen we meteen hoe knap alles in elkaar zat. Ook interessant is het droomplan waar jullie werk van gemaakt hebben. Zo zullen we veel sneller wegwijs geraken in de droomgemeente wanneer we er komen wonen. Toch hebben wij wel enkele wensen vooraleer wij echt beslissen of wij bij jullie in de droomgemeente komen wonen. Of deze ideeën haalbaar zijn, dat laten we aan jullie over. Wanneer jullie erin slagen om 2 ideeën uit te werken, dan laat je ons dit meteen weten. Misschien moeten jullie maar eens eerst vergaderen om te onderzoeken wat er kan en wat er niet kan. Wat de voor- en de nadelen zijn. Of willen jullie onze voorstellen wat aanpassen om ervoor te zorgen dat ze beter passen in jullie droomgemeente? Het zou alleszins leuk zijn moesten jullie erin slagen om de ideeën echt creatief uit te werken in de droomgemeente. Na enkele dagen kunnen we dan onze intrek nemen in jullie droomgemeente. Graag hadden we, niet ver van de huizen, een lange landingsbaan voor ons vliegtuig. We hadden ook graag een subtropisch zwembad met voldoende parkeerplaatsen in het centrum van de gemeente. Het lijkt ons ook helemaal te gek als er niet ver van de huizen een sporthal zou zijn met daar rond enkele sportvelden. 'S Avonds moeten de velden verlicht zijn met felle spots en iedere week worden er matchen gespeeld waar veel toeschouwers naartoe kunnen komen. Ook een leuk idee leek het ons om in het centrum een speelplein met speeltoestellen voor de kinderen van de droomgemeente te plaatsen. Kunnen jullie aan ons idee werken? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Groetjes, Doodle.